Hallo beste kijkers, vandaag hebben we 6 gasten voor u klaar. De eerste gast is Selina. Hallo Selina. Hallo Ambrosia. Hoe gaat het met jou? Heel goed, en met jou? Goed. Hoe gaat het met jouw eerste album? Wel, het gaat heel goed. Die is bijna klaar. Heb je veel liedjes in je album? Ja, ik heb er 19 en ik moet er nog 1 doen. Ga je een concert met je liedjes van je album doen? Ja, ik ga ze niet allemaal zingen, maar ik ga wel een concert maken in januari 2015. Wanneer komt je album uit? Mijn album Elastiek komt uit in september 2014. Dank wel, Selina. Alsjeblieft. Nu de eerste reportage. Dag allemaal, ik ben hier in Australië. Maar iemand zei dat hij heeft een alien gezien, 3 man opgepakt. Is dat waar? Ja, ik heb een alien gezien met 2 aliens en 3 mensen met zonder hoofd. Mm-hmm. Ben je zeker dat jij niet dronken was? Nee, ik drink nooit. Zeker? Ja, nooit. Dank u wel. Dank u wel. Hallo, Leontien Hennekens. Hallo. Hoe gaat het? Heel goed. En met u? Ook goed. Jij bent een danseres. Ja. En jij danst samen met Selina? Ja. Zijn jullie goede vrienden? Of? Ja, heel goed. Heel goede vrienden. Dus je komt overeen? Heel goed overeen. Oké. Okay. Heb je al veel albums samen of zo? Ja. 19 en nog eentje. Ah, oké. Okay. Nog een prettige dag verder en we gaan over naar de reportage. Hallo, iemand zegt dat er een ongeval gebeurd is. We gaan even over naar Janelle Verwee. Hallo. Hallo, wat is er precies gebeurd? 2 mensen waren de voetbalstadion gaan kijken. En dan zijn ze naar het café geweest en dan waren ze dronken en hebben ze een ongeval gebeurd. Ah, oké. Okay. En waar is dat precies gebeurd? Op de 41. Ah, oké. Okay. En wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn aan het kijken wat er echt gebeurd is. Ah, oké. Okay. En zijn er gewonden of doden? 1 gewond en 1 dood. Oei, hoe komt het dat er 1 gewond is? 1 gewond is en 1 dode? 1 had geen gordel en de 2 wel, maar zijn hoofd is tegen de glas gebokst. Maar hoe komt het dat er iemand dood is? Omdat hij tegen het raam geprojecteerd is. Oké, dat was de reportage. Dag. Hallo. Nu zijn we met Fanny. Hallo Fanny. Hallo. Je bent een zwemster. Ja, dat klopt. Ga je naar de Olympische Spelen? Ja, ik ben zeer benieuwd hoe dat het zal uitzien. Ben je niet een beetje zenuwachtig? Het valt wel mee, maar ik ben goed voorbereid. En waar ga je jou voorbereiden? Ik ga 5 keer per week in het zwembad van Avelhem. Veel succes. Dank u wel. En nu gaan we naar de derde reportage. Hallo dames en heren. Vandaag gaan we een interview doen met Violetta. Ze is nu momenteel in het stadion voor een concert voor de Rode Duivels. Hallo Violetta. Hallo. Waarom ben je nu in het stadion van Brazilië? Ja, net zoals je zei, ik ben hier voor de Rode Duivels. Ben je een fan?
Tuurlijk. Wel, ik ben daar een keer op reis geweest in België en ik vond het echt te gek. Dus daarom ben ik nu voor de Rode Duivels. Oké, welke liedjes heb je daar allemaal gezongen? Oh, ik heb er al vele gezongen hoor. Maar toch is mijn lievelings Voy Forti. Oké, dit was een reportage. Nu zit de derde gast bij ons. Dag Natasha Frisson. Dag Victor. Hoe gaat het met Disneyland Parijs? Goed. Ik hoor dat er juist 25 jaar bestaat. Klopt? Ja, we gaan daarvoor een feest doen. Lijkt me leuk. Ja. Ga je nog iets anders organiseren? Of ja? Een klein parade of een rondje met alle personages. Of ga je nog iemand bekend of zo? Of ga je het zo laten? Nee. Oh, oké. Okay. Bedankt en nog een prettige dag verder. Dank je. Graag gedaan. En nu gaan we verder tot de vierde reportage. Hallo, hier Thomas met de officiële journalisten van de Rode Duivels. Wie is er gisteren de match gewonnen? De Belgen tegen Algerije. Hoeveel hebben ze gewonnen? 2-1. Wie heeft er de eerste goal van de match gedaan? De Algerijen. Was het op penalty of op een actie? Een penalty. En welke Belgen hebben dan de doelen gedaan? Fellaini en Mertens. Waren het mooie doelen? Ja. Oké. Dank u. Graag gedaan. Hallo, nu zijn we met Carly, Meg. Hallo. Hallo. Is het leuk met jouw film? Heel leuk. Iedereen is daar heel lief. Over wat gaat jouw film? Een meisje die ongelukkig is en die alles doet om de toverspreuk weg te doen. Ben je de hoofdpersonage in die film? Ja. Wat vind je het leukste? Als we het muntje in het museum gaan pakken. Dank je wel, Meg. Nu gaan we aan de vijfde reportage. Hallo, hier zijn we voor de... Ik ga eventjes informatie over de panda's weten met de verzorgster Rosie Lemaar. Hallo. Waarom vind je de dieren verzorgen zo leuk? Want ze zijn heel lief en we kunnen ze ook aaien en eten geven. En passen de panda's goed aan het klimaat? Niet altijd. Wat eten ze? Ze eten blaadjes. Dertig kilo per dag. En dat was de reportage. Dag. Welkom terug, kijkers. Hier heb ik de zesde gast bij mij. Dag, Karin Meuler. Dag, Victor Hambeck. Jij bent een zangeres? Ja. Hoeveel albums heb je al? Ik ben bezig aan mijn eerste album. En hoe noemt het? Onze dag.
onze dag. En hoeveel liedjes heb je er al in? Ik ben al in mijn vijfde liedje. Vijfde liedje? Ja. Ja. Straf. Ga je nog een ander liedje doen of weet je het nog niet? Ik ga een album van 15 liedjes doen. Een album van 15 liedjes? Nou ja. Mooi. Bedankt voor te komen en nog een prettige dag verder. Dank u. Dank. Dank u. En nog een prettige dag verder en tot de volgende keer. Dank u wel.